We gaan het hebben over de Beneliga. Ja, want het zou gezonder zijn dan andere snacks, terwijl het is volgens mij nog steeds heel veel suiker, toch? Nou, het gaat ook over de toekomst van het Nederlandse voetbal. Ja, ja, er is namelijk een spannend idee. Er wordt serieus nagedacht over het samenvoegen van de Nederlandse competitie met de Belgische competitie. De plannen voor een Beneliga worden met de dag concreter. In bestuurskringen circuleert een plan met een heel concreet idee. Dat idee bestaat uit een competitie met 18 ploegen. 10 uit Nederland en 8 uit België. Ja, het plan is dus een competitie met de 10 beste clubs uit Nederland en de 8 beste uit België. Dus bijvoorbeeld deze lijst, Ajax, PSV, Feyenoord, maar ook Club Brugge, Anderlecht, allemaal in één topcompetitie in plaats van de Eredivisie. Wat vinden jullie hiervan? Wij vinden het niks. Ik denk dat het wel kan werken. Je hebt meer topwedstrijden, dus de kwaliteit gaat omhoog. En je hebt gewoon in één keer een markt van 30 miljoen mensen. Dus dat zijn 30 miljoen tv-kijkers, dat is ook gewoon veel lucratiever eigenlijk. Ja, want ze hebben uitgerekend dat het 35% meer omzet zou opleveren. Ja, en je wordt het misschien ook weer interessanter voor buitenlandse tv-kijkers. Sorry hoor, maar je denkt toch niet echt dat als wij onze landjes samenvoegen, dat ze dan in Engeland opeens allemaal de Nederlandse competitie willen gaan volgen? Tuurlijk niet. Als zij Joel Veldman willen zien, dan kopen ze hem gewoon hoor. Nee, dit is echt van die nieuwerwetse onzin. Nou, dit is eigenlijk al een oud idee. Hè? Het werd voor het eerst genoemd in 1949. In 1949, dus er wordt al 70 jaar over gepraat en het is nog steeds niet echt doorgebroken. Dat is een soort Rembrandtsteder dan dit. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Hij had natuurlijk de honeymoon quiz en er wordt nu wel echt serieus over gesproken. Ja. Ja, want er wordt gemikt op 2025, dus misschien hebben we over 5 jaar al een Beneliga. Wel leuk. Ja. Hoezo leuk? Omdat er meer kwaliteit op het veld staat, Jonathan. Nee, maar als je een muurtje wegtikt, hè, tussen de IKEA en de Leen Bakker, dan heb je dan niet opeens een veel betere of leukere winkel? Jawel, want je krijgt een groter aanbod en je kunt dus betere meubels kopen. Meer omzet, meer kwaliteit. Ja, jongen, het is een beeldspraak. Het gaat om, denken jullie echt dat Heerenveen Charleroi, dat dat nou zoveel leuker is dan Heerenveen ADO? Ja, daar is discussie over. Kunnen we even naar gaan kijken. Ajax Charleroi, is dat aantrekkelijk? Wie koopt er nog een kaartje voor Heerenveen tegen Oostende of weet ik veel wat? Heerenveen Eupen, ja, is dat nou veel leuker dan Heerenveen Fortuna? Ik weet het niet. Charleroi tegen ADO. Mm-hmm. En is dat interessanter dan vanavond Fortuna ADO? Ik weet het niet. Nou, ik weet het wel. Dat is toch niks? Nek, Genk, Gent, Pek, Gent, Genk, Pek, Nek, Nak, Luik. Nou, leuk. Nee, Nak, Luik. Kijk, uiteindelijk krijg je natuurlijk wel gewoon meer kwaliteit. Je krijgt een hoger niveau. Dat is gewoon voor iedereen beter. Ja, behalve voor de wereld. Toch? Ik bedoel, Groningen moet straks 400 kilometer reizen naar Charleroi. Mm-hmm. Ja, die CO2-uitstoot, joh, ik krijg daar gewoon een vieze smaak van in mijn mond. Nou, maar voor clubs uit Brabant wordt het dichterbij, hè? Dat ligt dichter bij België dan bij Nederland. Ja, maar ik snap gewoon niet waarom moeten dingen veranderen. Toch? Dat is echt zo'n nieuw soort idee. Vroeger had je dat niet, hè? Dat is echt iets van deze tijd. Vroeger waren dingen gewoon hetzelfde. En dat was prima. Op die manier kun je alles wel. Ik bedoel, wil je dan ook dat Dennis Storm weer tv gaat maken? Nee. Die is minimalist. Nou, nee, dat kan niet. Maar, ja, die woont op Bali. Ja, er is trouwens nog wel een gek ding aan het huidige plan. Ze willen dat er altijd 10 Nederlandse en 8 Belgische clubs in zitten. Dus moet er elk jaar uit elk land eentje degraderen. Dus niet gewoon de slechtste 2 ploegen, maar 1 degradant per land. Ja, ik denk dat je dat niet moet doen. Nee, maar dan zou het dus kunnen in theorie dat de slechtste Nederlandse ploeg 10e wordt en toch degradeert. Terwijl het hele idee van samenvoegen is dat je meer kwaliteit wilt. Het is net wat jij zegt met Leen Bakker. Je wilt dat je het beste overhoudt. Dus dan moet je ook selecteren op kwaliteit. Ja, jij zegt eigenlijk je moet niet selecteren op afkomst. Nee, ik zou altijd de slechtste 2 laten degraderen, ongeacht huidskleur. En je hebt nu in de Eredivisie heb je ook geen ploegen uit Flevoland. Gelukkig niet, zeg. Nee, als je kijkt naar de Bundesliga en het aantal clubs uit voormalige Oost-Duitsland. Ja, dat is ook op de vingers van 2 handen te tellen. Nou, dat zijn er maar 2, toch? Ja, Union Berlin en Leipzig. Dus ik denk gewoon dat je op deze manier meer kwaliteit krijgt. En als je echt een stap wil maken, als je wil dat Nederlandse clubs weer de aansluiting vinden bij de Europese top, dat we ooit nog een keer de Champions League winnen, dan zul je toch een keer iets moeten doen. Ja, maar dan krijg je, maar dan krijg je dus Champions League finales als Feyenoord-Liverpool, Ajax-Barcelona. Is dat nou echt zoveel leuker dan Atletico Madrid-Manchester City? Ja.